In de mooie tuin van het Udense Zorgcentrum Sint-Jan vond vrijdag het jaarlijkse Jeu de Boule toernooi plaats. Het werd voor de vijfde keer gehouden en daarom kreeg deze jubileumeditie een speciaal tintje. De opening werd gedaan door Jacques Jansen, de voorzitter van het gebiedsplatform Udencentrum. Aan het toernooi deden zoals gewoonlijk weer teams mee met bewoners en personeel van Sint-Jan. Buurtgenoten uit Udencentrum en vertegenwoordigers van de gemeente Ude. En ondanks de dreigende wolken hielden de aanwezigen het gelukkig toch droog.